je ziet een slang en je slaakt een bepaalde kreet. Ah! Of... Wat is het verschil tussen hoe apen communiceren en hoe wij praten? Ja, belangrijk verschil is, apen praten niet. Ze hebben er wel de fysieke mogelijkheden voor. Ze kunnen hun orgaan alleen niet aansturen. Het lijkt heel simpel, maar desalniettemin is er enorm veel onderzoek naar die verschillen tussen apencommunicatie en mensentaal. En natuurlijk ook terecht, want als we iets van dat wonder, die wonderlijke eigenschap willen begrijpen die wij hebben, die wonderlijke eigenschap dat we gedachten in elkaar kunnen transplanteren door onze monden te bewegen, of in het geval van gebarentaal door onze handen te bewegen, of op allerlei andere manieren, door schrift bijvoorbeeld. Die wonderlijke methode hebben apen niet. Maar wat hebben ze dan precies niet? En vooral, hoe oud is dat menselijke taalvermogen dan precies? Is het 6 miljoen jaar oud? Zo lang geleden leefde ongeveer de laatste voorouder van, ik zal maar zeggen, chimpansee en Homo sapiens. Is het 6 miljoen jaar oud? Of welk brokstukje van die vele Lego-steentjes in ons hoofd die samen de taal vormen, welk steentje daarvan hadden we 6 miljoen jaar geleden ook al? Daarover gaat, over dat vele onderzoek naar apentaal gaat, het hoofdstuk van Julia Fischer en Stefan Hagen in het boek Human Language onder redactie van Peter Hagoort. Er is heel veel onderzoek, er is heel veel verschillend soort onderzoek. En wat dat vooral laat zien is dat de variatie bij apen zoveel kleiner is. Variatie in wat voor kreten ze slaken, wat voor kreten een individuele aap kan slaken, maar ook hoe die kreten precies klinken. Als je door Afrika trekt en helemaal van West-Afrika naar, laten we zeggen, Zuidoost-Afrika gaat, dan vind je daar ontzettend veel verschillende talen die op heel veel verschillende manieren klinken en die ieder willekeurig begrip op heel veel verschillende manieren laten klinken. Maar bij apen vind je dat niet. Zelfs apen die weliswaar eenzelfde voorouder hebben, maar inmiddels al echt tot verschillende apensoorten behoren, zelfs die apen hebben soms nog kreten, klanken voor een bepaalde situatie die heel erg op elkaar lijken. Het lijkt dus meer een soort echt aangeboren te zijn. Die en die kreet is aangeboren, terwijl er bij mensen veel meer leren in zit. Veel meer een component van leren in zit. Die, en dat leren veroorzaakt dan vervolgens een heleboel variatie. Of je kunt ook zeggen dat leren wordt nodig gemaakt door variatie. We weten eigenlijk nog niet eens zo heel erg veel over wat nu precies zo'n kreet van een aap betekent. Is het een soort helemaal een Pavlov reflex? Je ziet een slang en je slaakt een bepaalde kreet. Ah! Of zit daar een soort mentale staat tussen? Ja, dat laatste is waarschijnlijker. Je ziet een slang die veroorzaakt een bepaald gevoel, maar misschien ook een bepaald idee. En dat idee zorgt er vervolgens voor dat je dat wil uitdrukken. Maar zoveel stappen als bij mensen zitten daar dan toch weer niet tussen, waarschijnlijk, bij apen. Hoe dat precies zit, dat blijkt eigenlijk ook nog niet eens zo heel erg duidelijk te zijn. En dan is er dus die variatie in die je kunt aanbrengen. Orang-oetangs, die blijken daar, tot mijn verrassing, bijvoorbeeld eigenlijk relatief goed in te zijn. Orang-oetangs die kunnen veel variatie vertonen en die maken veel variatie. Maar bij andere apen lijkt het ja toch een soort ingegeven te zijn door de fysieke staat. En dat kennen we bij mensen eigenlijk ook wel. Dus als je bang wordt of heel geagiteerd, dan begin je wat hoger te praten. En dat doen apen ook. Dus dat is ook een soort natuurlijke reactie, want je wordt geagiteerd, alles span je meer aan, ook je stembanden span je meer aan en daardoor ga je automatisch hoger praten. Maar wij mensen kunnen dat dus meer manipuleren, dus ik kan nu heel hoog gaan praten, hoewel ik heel ontspannen ben. Dat kan een aap
minder of minder moeilijk. En hoe hoger ik soms lig in de apenboom, hoe hoger op de primatenladder, des te meer apen onder controle hebben. Maar zoals mensen hebben ze dat toch niet. En Fischer en Hagen die wijzen daarom op een interessant punt. In ieder geval mij geeft dat wel te denken. En die, ze zeggen ja, de overeenkomsten tussen mens en aap, in het geval van vocale communicatie, ligt eigenlijk niet zozeer in de productie. Dus hoe je kreten of woorden maakt. Daarin verschillen we nogal van elkaar. Maar wel in de perceptie zijn grote overeenkomsten. Wij kunnen apen eigenlijk vrij goed begrijpen als ze kreten slaken. Apen kunnen ons eigenlijk vrij goed begrijpen als wij kreten slaken. De basiscommunicatiesysteem is grotendeels hetzelfde. Maar wij hebben daar die laag van indirectheid bovenop gelegd. En die laag noemen we taal.